De Ramadan zit erop. Maar wat is de Ramadan eigenlijk? En wat houdt het suikerfeest in waarmee het einde van de Ramadan wordt gevierd? Wat houdt de Ramadan precies in? Ramadan is een soort bidden eigenlijk voor de moslimse mensen. Hoe heet het einde van de Ramadan? Want wij noemen het suikerfeest, maar is dat wel juist? Veel mensen noemen het suikerfeest, maar dat is niet juist de naam eigenlijk. De juiste is Ramadanfeest eigenlijk. De Ramadan voorbij, dan vieren we een feest. Ja, kinderen krijgen geld of zonnepjes, dit soort dingen. En oudere mensen krijgen een cadeautje van de kleine jongere mensen. Wat wordt er allemaal gegeten bij het Ramadanfeest? Vele zoete dingen, helaas. Ja, andere soorten eten ook natuurlijk. Maar meestal de zoete dingen als baklava soorten, bijvoorbeeld. Hebben jullie ook niet-gelovigen uitgenodigd voor het Ramadanfeest? In de Ramadan? Ja, ik heb zelf uitgenodigd. 2 dagen. Eén dag was Nederlandse mensen, Chinezen. En hoe vonden hun het, de Ramadan? Ja, ze willen meer weten over de Ramadan eigenlijk. Eén Chinese jongen ook die dag is geprobeerd eigenlijk, de vasten. En hij zei, ik heb ook niks gegeten. En ik heb alleen water gedronken, zei ze. Maar eigenlijk ook mag niet. Ze willen ook informatie hebben over de Ramadan. En ja, ze vragen hier ook eigenlijk sommige mensen, wat is de Ramadan? Hoeveel dagen gaan jullie vasten? Wanneer is de Ramadanfeest? Daarom, ik heb uitgenodigd die mensen en een beetje uitgelegd. Oké, en wat betekent de Ramadan voor u? Voor mij is Ramadan echt een belangrijk punt. Na de bidden eigenlijk. Eerst de bidden, daarna Ramadan, vast. En ja, wij hebben nog andere dingen ook natuurlijk. Ja, is wel belangrijk.